allemaal, we gaan een dictaatje doen. Ik ga woorden laten zien aan jullie. En jullie schrijven ze op. Dus ik laat ze niet echt zien. Ik laat er iets van zien. Wat komen we allemaal tegen? We komen woorden met st tegen. We komen woorden met f en v tegen. Moet je goed nadenken, wat mag er wel achteraan, wat mag er niet achteraan. Denk maar aan die plaatjes die we op het bord hebben hangen op school. Dan moet je gaan nadenken, komt er een t of een d op het einde van een woordje? 1 hond, 2 honden, dan hoor je de d. 1 kat, 2 katten, dan hoor je de t. Dan krijgen we nog woordjes met sch. Woordjes met eer, eur, oor. Je hoort een e of je hoort een o en je hoort een korte klank, maar je schrijft dus een lange klank of een tweetekenklank. En dan krijgen we nog samengestelde woorden, zoals voetbal. Schrijf je aan elkaar, maar het zijn eigenlijk twee losse woordjes. Nou, kom, gaan we een rondje door het huis doen, komen we allemaal woordjes tegen. Let op, kat hoef je niet op te schrijven, maar die zit daar wel. Hier hebben we een kast. Schrijf op het woordje kast. Goed nadenken en hardop voor jezelf even zeggen. En dan heb je kast. Je kunt altijd het filmpje op pauze zetten als je langer de tijd nodig hebt. Maar ik ga ondertussen door. Daar staan bloemen in een vaas. Schrijf op vaas. Vaas. Dan gaan we naar een hele grote plant. Schrijf op plant. Eén plant, twee plan. En dan weet je welke letter op het einde komt. Dan gaan we naar een hele fijne stoel. Schrijf op. Stoel. Dan komt het volgende woordje. Daar staat een mooie schaal. Schrijf op schaal. En wat ik zeg, je kunt altijd het filmpje even op pauze zetten, zodat je het woordje kan afschrijven. Schaal. En voor het volgende woordje blijf ik bij deze schaal. Alle eitjes hebben een kleur. Schrijf op kleur. Kleur. En dan ga ik weer door naar de tafel. In dit boeket zit een mooie bloem. Schrijf op bloem. Bloem. Zorg ook dat je het zelf altijd even herhaalt, het woordje. Dat je goed weet hoe het klinkt. Want als je het zelf verkeerd uitspreekt, ga je het vaak ook verkeerd opschrijven. Nou, jullie horen de poes al, die wilde heel graag bij zijn. Skyla, we gaan nog even naar jouw drinkbak. Dan weten jullie het volgende woordje al. Drinkbak. Dat is een samengesteld woordje. Dit is een drinkbak. Schrijf op drinkbak. Aan elkaar. Drinkbak. En dan lopen we even naar de keuken, want daar zit het volgende woordje verstopt. Ja, een klein hekje, voor als mijn kleinzoon komt. En dan komen we bij de koelkast. Schrijf op koelkast. Ik zal hem niet open doen, want dan zien jullie allemaal lekkere dingen staan. Laten we hem lekker dicht zitten. Koelkast, dat was woordje 9. En dan gaan we naar de laatste.
En dat is barkruk. Schrijf op barkruk. Barkruk. En dan hebben jullie 10 woordjes opgeschreven. Maak er een fotootje van. Stuur hem op. Naar mij. En dan kan ik het nakijken. Of je kunt het ook even zelf nakijken. Oh, ik ben heel blij dat Skyla niet op het antwoord is gaan zitten. Skyla, even daar blijven. Even achteruit. Dit zijn de antwoorden. Zo had je de woordjes moeten opschrijven. Kast, vaas, plant, stoel, schaal, kleur, bloem, drinkbak, koelkast en barkruk. Skyla, hebben ze het goed gedaan? Jawel hè, ik denk het ook. Jongens, ik zie het graag.